ik die zullen overdoen. De nieuwe NS Intercity met de witte sticker. Hoi iedereen, een hele goede morgen. Hartstikke jullie kijken een hele leuke nieuwe video. Het is een lekkere koude zaterdagochtend. En hier is het allemaal lekker, helemaal sneeuw op de grond. En ik sta vandaag op het station van Beek-Elslo. Want soms dus kwamen er heel erg minder treinen. Want we moeten goed opletten door de vertraging. Het wordt zeker een leuke dag het worden. Kijk even naar de intro. Dames en heren, heel veel kijkplezier. Dat je ook allemaal weer kijkt. En zo te zien was het heel erg, erg koud. Ik heb gelukkig mijn handschoenen en een sjaal om. En mijn zonnebril voor de zon. Dus we gaan eventjes kijken hoeveel treinen kunnen komen. En let op, dames en heren. We letten even goed op voor de vertraging. Tot straks, als ik begin met spotten. Reizigers. Door een defecte trein rijden er geen treinen tussen Sittard en Heerlen. Dit duurt tot ongeveer 11 uur 45. De Intercity Veren van NS. Dames en heren, ik heb heel eventjes op een bocht gezien. En zoals te zien was de stoptrein meteen 5 minuten al te laat. Dus we moeten nog even wachten als die wel komt. Dus we moeten nog even wachten. Intercity Willem van den Nes. De Arriva stoptrein namens Schiedam-Randwijk gaan. En nu moet ik even wachten op de volgende stoptrein. En dat is richting Roermond. Dan zie ik jullie weer straks als die komt. Tot straks. Licht.
Intercity Firm van NS. Ik heb meteen op mijn bordje gezien. Toen was de RS12 stoptrein Arriva naar Maastricht-Randwijk. Was hij al 10 minuten te laat. Ik ga meteen even kijken wat gaat het eerste, wat gaat het komen. Volgens mij komt hij, daar komt hij iets aangekomen. Dus ik ga beginnen met filmen. Tot straks. De nieuwe NS Intercity met witte sticker. Daar komt de stoptrein naar Remond. Vlucht. Dat was de twee treinen die kwam. Eerst was de Arriva stoptrein die ging aankomen. En toen was de Intercity van de andere kant aangekomen, voorbij ging. En dat was station Beek-Elslo. Dus we gaan nog heel eventjes meteen vandoor. Nou, dames en heren. Toen waren we op weg, proberen op weg naar station Sippenveld te gaan. En toen was de station en de restaurant was allemaal dicht. En ik had besloten om de bonnen stoomlocomotief hier buiten te zien. Maar die staat dan niet buiten, helaas. Dus we rijden het weer terug. En dan zien we wel. Straks. Ja, mensen, kijkers. Nu ben ik weer thuis. En dit was de echte leuke dag gehad om weer treinen te spotten in Beek-Elslo in de sneeuw. En toen kwam er een goederentrein als een cadeautje. En toen zag ik weer de nieuwe NS Intercity met een grote witte NS sticker.
Nou, dames en heren, dit was het dan vandaag. Als je het echt leuk vindt, laat eens zeker weten een blauw duimpje omhoog achter. Druk de abonneerknop te abonneren op mijn kanaal. En tik op het belletje als je een notificatie krijgt. En als je laat weten, laten we eventjes in de reacties en de beschrijvingen in de comments. Wat jij ook wel dat je wil graag ook treinen spotten. Welke stations waar je naartoe gaat. Weer verschillende plekjes waar je naartoe gaat. Wat je weet. Maar goed. En voordat ik de video afsluit. Bij Simpelveld was het allemaal helemaal wit. En zo te zien was de restaurant en het stationsgebouw allemaal dicht. En dat betekent, dat heeft namelijk te maken, de winterstop natuurlijk. 4e maand van april is die open en dan kan ik genieten van de, even denken, van de lente. Ja. Nou, dit was heb ik nu alles om te vertellen. Ik ga nu meteen zeggen, bedankt voor het kijken, tot ziens en tot de volgende video.